Vijfde koers, de Zilver Prinsprijs. Zilver Prins, apart, dat moet jij gekend hebben. Ik heb dat gekend, ja. Ik stond bij Hans Bot. Eerst bij Hubert Schoonlo, later bij Hans Bot. En sweepstakes gewonnen. Een heel, heel, heel dapper, goed paard. Ja, heb je nooit gereden? Nee, nooit gereden. Nee, alleen kunnen aanschouwen. Oké. Dat kan ook, ja. Napa Valley in deze koers. Ik vind dat de Dark Horse, noemen we dat. Wat kan je me vertellen over Napa Valley? Nou, Napa Valley is natuurlijk een heel goed paard. Is tweejarig, won hij gelijk een grote koers in Berlijn. Gelijk 25.000 euro op de teller. Daarna kreeg hij het moeilijk als driejarige. Hij heeft een paar lichte blessuretjes gehad. En ja, het aan de kant gezet. En toen heeft hij poos in Frankrijk getraind. En dan heb ik hem terug op stal gekregen. En de laatste keer, je bent een plaatsje gestegen in de Breeders, was dat? Ja, in de Breeders Crown, ja, klopt. Hij debuteerde voor mij in de derby vierjarig in Berlijn met een hele sterke tweede plaats. En daarna hebben we die vijf in België, die verrechting staat er niet bij. Met start nummer 18 liep hij ook een fantastische race. En daarna drie in de Breeders Crown, dus nu twee. Baan van Duinigt, is dat wat voor hem? Heeft hij er één keer gelopen en toen klopte ik bijna op de streep Constantia River. Dus dat was best zat als driejarig in 14 hier, over 2 kilometer. Wat zijn de verwachtingen voor deze koers? Constantia staat erin, er staan meerdere goede paarden in. Het ligt een beetje aan de stad, hij kan heel hard beginnen. En het is net wat Koos Wagerman aan de binnenkant van me doet. Kan ik die voorblijven, Constantia River de kop open kan geven, dan zit ik zeker bij deze drie. Ik heb de indruk dat we een goede tip hebben voor de kijkers. Ik hoop het. Succes daarbij. Dankjewel.